tekstschrijver Bram Koning heeft er inmiddels een dagtaak aan. Om de haverklap duikt hij weer op in een ander medium om te klagen dat hij en zijn collega's in de steek zijn gelaten door André Hazes junior. De volkszanger gedraagt zich vanwege zijn confrontatieangst behoorlijk onbeschoft en heeft zijn oude team daarom niet ingelicht over zijn nieuwe koers. Het is allang geen geheim meer dat André een spoor van teleurstelling achterlaat, maar voor Bram Koning is dat kennelijk wel een verrassing. Hij doet zo dramatisch in de media dat zelfs Yvonne Coldeweijer een paar weken geleden in de bres sprong voor André. Zo riep hij bij Shownieuws dat hij hartklachten heeft gekregen door André's gedrag. En nu staat Bram weer met een enorm interview in de weekend. Daarin vertelt de tekstschrijver dat hij zelfs hele dagen vloekend door huis heeft gelopen. Eerst was ik echt woest, was ik ook thuis aan het schelden, van, verdomme, wat denkt hij wel niet? Nu ben ik minder boos. Vlak na Brams beklag in de media kwam André met een story op Instagram, Ziekader Foto, waarin hij zijn nieuwe team presenteerde. Op dat filmpje waren onder meer rapper Snelle en Diggy Dex te zien. Wat vindt Bram ervan dat André hem daarmee indirect de ogen uitstak? Dat wil je niet weten. Ik ging natuurlijk schelden, had zoiets van, dit doe je expres. Flauw van hem. Ik bedoel, je kunt het ook niet doen. Maar ik zie al dat hij het daar helemaal niet naar zijn zin heeft. Hoe ziet Bram dat dan? Door wat hij zei en door hoe hij het zei op zijn Instagram story, daar ken ik hem goed genoeg voor. Ik mis in zijn woorden alle humor die wij wel altijd met elkaar hadden en in zijn uitstraling alle magie. Je ziet dat gewoon aan André's blik. Hij straalt niet uit, hier zit mijn liedje bij. Nee hoor, mij neem je niet in de maling. Yvonne vindt het ongelooflijk dat Bram zo door blijft emmeren, zegt ze in haar podcast The Juice Show. Ze noemt hem een misbaksel. Waarom belt hij je nu niet meer dan? Omdat je gewoon continu op tv met je K-sterretje te verhaal komt, briest ze. Wat een monster is dat, hè? Wat vindt Bram ervan dat zelfs Yvonne partij trekt voor André? Ik moest echt lachen. Dat meisje van Coldeweijer kraamt wel meer onzin uit. Hij besluit, hoe kan Yvonne over ons oordelen? Zij weet helemaal niets van mij, ik heb haar nooit gesproken en gezien. Wat zij beweert, is haar persoonlijke sprookje. Thank you.